Hallo allemaal, goedemorgen. Mijn naam is Gilles en vandaag zijn we nog altijd in Le Fai in Italië. Ik sta in de uitgang van de parking, want de deelnemers zijn aan het vertrekken, want vandaag blijven we in Italië en we gaan naar Casa di Lange. De deelnemers, les amis, ze hebben net ontbeten, ze zijn aan het klaarmaken om te vertrekken, ze zijn aan het uitchecken en wij gaan zelfs ook weer in onze prachtige BMW X3 stappen om de rit te volgen en opnieuw terug leuke beelden te maken van de rit. Super professional media productions. Dat mooi beeld zijn. We gaan nu even stoppen voor even de GoPro op te hangen op de BMW. Maar wat een uitzicht. Wat een uitzicht. Wauw. Lekker. Dan met de skills to pay the bills. Dat wel leuk, dat weet ik niet. Tank it. Ik denk dat het wel vast zit, zanger. Ik hoop het voor u. Anders zou ik het al horen, zeker. Dus we zijn nu in het hotel in Piemonte in Casa di Lange. En je zult je waarschijnlijk wel afvragen waarom er geen beelden zijn van de auto's. Nu, dat is nog een kleine fail dat ik had. We zijn namelijk te laat vertrokken. De deelnemers zijn vertrokken tussen 9 en 10 en wij zijn pas iets na 10 vertrokken. Dus we waren te laat om de groep te volgen voor vandaag. Maar ik ga het goed maken door het hotel te zien, want het hotel waar we nu blijven is echt wel next level. Het is nog maar 11 dagen geopend, dus de allereerste gasten. En ja, het is echt next level, next level. Meer kan ik niet zeggen. Ik ga even meenemen. Dit is ons uitzicht. Nu, met Le Sud zijn we al het een en het ander gewoon geworden, maar dit is toch echt wel weer een stapje verder door. Nu, onze kamer, die was altijd weer. Ja, vol met valiezen en cameramateriaal gesmeten, dus ik kan hem niet echt tot z'n recht brengen, want het is echt gewoon een hele mooie kamer. En ja, de badkamer, Bram is aan het douchen, dus daar ga ik nu niet binnen gaan. Maar ik ga jullie meenemen even door het hotel. Dus het eerste wat ik ga laten zien is de Art Garden, of ja, de kunsttuin. Voilà, hier is hij dan, de kunsttuin. De enige kunst wat ik hier zie is ja, kunstgras, maar ik veronderstel dat in de toekomst ja, kunst tentoonstellingen kunnen worden gegeven, dat je hier je kunst ja, kunt opstellen. En ja, je kunt dat zien aan de mensen. Maar momenteel staat er nog niet veel, het is ook nog maar pas ingezaaid, je ziet het ook. Dus nee, het is wel heel mooi waar, ben ik wel van overtuigd. Nu, we zitten in de wijnstreek in Italië, dus het wijnthema herhaalt zich wel door heel het hotel. Want je hebt overal zo deze wijnkruiken, ik geloof dat dat is. En deze wijnvaten, als de camera mee wilt. Zo. Nu, ik ben zelf geen wijnkenner of wijnliefhebber, maar ik vind het wel heel erg mooi hoe ze dat thema kunnen doorhalen in het design van het hotel. Ook die speciale muren, het is allemaal met steentjes gemaakt die dat zo lopen, zodat het toch nog licht kan binnengevallen. Het doet mij zelf een beetje denken aan een oude Romeinse villa, maar ja, ik ben geen geschiedeniskenner. Maar ik vind het wel heel erg mooi hoe ze toch wel ja, de geschiedenis van het wijn en van ja, de streek waar we in zitten, dat ze dat kunnen terughalen in een modern hotel. En ook met deze binnenkoer, met ja, een prachtige uitzicht. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Zo, hier is het daar van boven, of daar. Het is onze kamer. Je kunt hier even zitten, een beetje chillen. Dan heb je hier een heel lang pad naar beneden. Naar de leukste plek naar mijn mening, de tuin en het zwembad.
Maar jongens, dit zicht. Dan wil je meer hebben. Ik vind dit echt de mooiste locatie. Waar we al zijn geweest. Dus ik weet niet hoe dat Dries dit heeft gevonden, maar echt. Chapeau jongen, echt waar. Hier is al het terras van het restaurant. Dan hebben we hier de vuurschaal. Waar je s'avonds allemaal lekker rond kunt zitten. Vuurtje stoken en nog wel gezellig nababbelen. Dan hier beneden het zwembad en opnieuw het uitzicht. Nu beneden zitten de gasten, dus ik ga niet naar beneden gaan. De gasten op een zenuw werken met mij. Met mijn videocamera. En hier aan deze kant van het hotel hebben we dan de ondergrondse parking. Dus we hebben alle deelnemers zijn hier. We hebben de 488 Spider, de 488 Pista. Hier hebben we de GT2 RS. We hebben onze Alpina X63 RS, sorry, Spider Competizione. Ja, zoiets. De F8 Tributo. Deze prachtige 488 Pista Spider. Echt wel, ja. In mijn ogen de beste samenstelling van de auto's die hier zijn. Rood, zwart en gele streep. En heel veel carbon. GT3 RS zonder spoiler. 992 Turbo S Cabrio. Nog een 992 Turbo S Cabrio. De Bentley GTC V8. De F8 Tributo Spider. De AMG GTR. Audi RS6. Buiten staat nog een Audi RS6 trouwens. De 812 GTS. De Jaguar F-Type. SVR. En dan nog de AMG GTC Roadster. Als ik van al deze auto's eentje zou mogen kiezen, ik denk dat ik toch de GTR ga nemen. Ik denk het. Of de GTC. Eén van de twee. Ik weet niet. Hopelijk vond u het een leuke, korte rondleiding rond het hotel. Ik dacht, het is beter als niks. We hebben de auto's niet kunnen filmen. Maar ik heb toch tenminste een gedeelte van de ervaring kunnen delen. Hopelijk vond u een leuke video. Laat zeker eens weten in de comments. Laat ook een like achter. Abonneer jullie ook. En dan zie ik jullie heel graag terug morgen voor een nieuwe video op de Sud Entre Amis. En deze keer met meer auto's. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.